Ook toegeven dat het tussen ons moeilijk kan lukken. Hè? Leeftijdsverschil is ook een beetje groot. Hè? Life sucks. Ja, zo erg is dat toch niet. Zo erg is het wel. Op school gaat alles verkeerd. Mijn lief heeft mij gedumpt en ik had enkel u nog. Maar nu zegt hij dat je mij ook al niet moet hebben, dus ja. Sophie, wat gebeurt er hier? Sorry. Ik dacht dat hij meer verstand had, hè? Ik ga me niet gauw terugzien. Sophie, wat was dat allemaal? Hier. Ah, merci. Goedendag. Goedendag. Het is voor thuis te bezichtigen. Ja. Komt dan maar eens een andere keer terug. Frank. Oh, is toch waar? We hebben toch nog wat anders te doen in Simon dan een hele dag van die pipo's ontvangen die we dat huis willen zien. Op die affiche buiten staat dat huis te bezichtigen is tussen 2 en 4 in de namiddag. Ja. Volgens mij is dat nu. Serieuze mensen die werken tussen 2 en 4 uur in de namiddag. Dus als je me nu even gerust wilt laten... Ik zal meneer het thuis wel laten zien. De bovenverdieping is verhuurd, dus ik zal wel even meegaan. Dank u. Ja, bedankt nog niet te rap. Ken je eigenlijk wel iets van huizen? Kennen? Niet meer of niet minder dan een gewone koper? We willen de komende minuten serieus wat bijleren. Allee, Simon, laat eens zien aan meneer. Wat dat er allemaal kan gebeuren dat je zo groot gelijk als dit zou kopen. Kom maar. Ah, wel, Sophie, heb jij niks te zeggen? Nee. Ik wil een antwoord van u, hè. Zo makkelijk kom er niet vanaf. Wat is dat hier, een quiz of zo? Weet je wel hoe oud die gast is? Ja, 22. Heb ik nu iets gewonnen? Hoe lang is het al aan de gang? Allee, madame is geïnteresseerd. Sinds wanneer kan u dat schelen? Moet jij niet op je school zijn, mevrouw de directrice? Kijk, als je wilt dat ik tijd voor u maak, dan doe ik dat. We kunnen toch praten? Jij hebt u niet te moeien met mijn lief. Nee. Als je met iemand van uw eigen leeftijd thuis komt, niet nee. Maar een jongen van 22 verwacht iets anders van een relatie dan iemand van 15. Ik zou niet willen dat je met een verrassing thuis komt. Een verrassing? Heb je het over een verwachting of over aids? Zijn de madame naar bed geweest? Ik zal het eens aan uw neus gaan hangen, zeker. Zo. Jij vertelt toch ook niet wanneer je met mama gevrijd hebt? Zal het gaan, Sophie? Een beetje beleefder tegen uw ouders. Stop dan met uw onbeleefde vragen. Ik ben geen kind meer, hè. Jury en ik zijn als 2 volwassen mensen met elkaar naar bed geweest, ja. Maar hij heeft een condoom gebruikt, dus ik ben niet in verwachting en heb ook geen aids. Nu content of vult je details? Oh. Goeiedag, Jury. Maar hoe heeft er op uw tenen getrapt? Niemand. Zwijgt, oké? Ah ja, je bent bij die Sophie geweest. Zie je daarom zo nerveus? Ik ben niet nerveus. Ik wil gewoon even afkoelen. Mag dat? Afkoelen, Jury. Heeft u zo opgewonden? Dat zou je er niet verwachten van zo'n jong dingetje. Zou ze dat menen? Ik bedoel, dat ze met de Jury geslapen heeft. Ze is nog maar 15 jaar, hè. Ze is al 15. En hoe goed wij haar ook begeleiden, het blijft een puber. Maar ze heeft gelijk, Erik. Ik heb de laatste tijd veel te weinig tijd voor haar vrijgemaakt. Ze heeft het niet gemakkelijk.
Zou dan dus wel gemakkelijk als het over seks gaat, hè? Ze klopt dat waarschijnlijk op om zich groter en interessanter voor te doen. Oh, mag je er niet aan denken dat zij met die Yuri... Allee, Martien, wij moeten iets doen, hè? Ja, wat dan? Zal ik haar de pil laten voorschrijven? De pil? Maar de pil helpt niet tegen aids, hè, zoetje? Oh, jongens, ik mag er niet aan denken dat ons Sofie al met de pillen met condooms bezig is. Ze is er niet klaar voor, hè? Nou, misschien zet jij er niet klaar voor. Ja, wat bedoelt je? Dat ik ouderwets ben of zo? Je vindt het dus goed dat je dochter van 15 jaar... Kom aan, Erik. Misschien is het niet eens serieus met Yuri. Je hebt zelf gezegd dat ze 2 weken geleden nog aan het wenen was om een ander lief. C'est ça, hè. Waar gaat dat eindigen? Dat weet ik niet. Maar we zouden misschien kunnen beginnen om haar te leren vertrouwen. Ze wordt volwassen, ze gaat beginnen experimenteren of wij dat nu willen of niet. Hoe word je zelf op die leeftijd? Ik, 15 jaar? Mm-hmm. Ik was bang van de meisjes. Ja. En de meisjes moesten u constant overtuigen dat er niks was om bang van te zijn, zeker. Dat is een goede tactiek, Erik. Nee, serieus. Ik zou liever hebben dat Sofie met jongens van haar eigen leeftijd omgaat. Ja, ik ook. Maar daar kun je niks aan doen. Jawel. Ik ga eens deftig met de Yuri babbelen. Allee. En nu zo rap mogelijk naar buiten, zeker? Ik heb eens goed rondgekeken. Thuis is niet groot, maar het is wel praktisch, ja. Praktisch? Een mooi jongen, toch? Champignons in de kelder, de zolder helemaal vermijmeld en al de rest dat op instorten staan. Jij noemt dat praktisch. Dat hout op zolder, dat valt goed mee. En dat vochtprobleem in de kelder, een goede loodgier, dat is opgelost. Oh. Ik voorzien niet meer de kosten nagedacht. Oh, Simon, al die vet een bril is, die bokalle glazen, met meneer zijn ogen zijn niet goed meer, denk ik. Nee, dat is niet nodig, meneer. Aan mijn ogen mankeert niks. En aan dat huis mankeert ook niks. Goeiedag, Sam. Goeiedag. Mankeert niks, Sam. Als Sophie zegt dat ik in het buitenland zit. Ik kom het gesprek van daarstraks nog even verder zetten. Ik vond het nogal kort. Ik denk dat het nu nog veel korter zal zijn. Ja? Hoe oud zijn jij? Waarom? Je weet toch hoe oud, of beter gezegd, hoe jong ons Sophie is? 15. Dat klopt. En toch breng daar hoofd op hol. Oh, correctie. Tussen mij en Sophie is er niks. Dat is niet wat zij beweert, hè? Ja, dat is dan haar probleem. Dat zou sneller uw probleem kunnen zijn dan dat je denkt, jongen. Zijt je met haar naar bed geweest of niet? Naar bed? We zijn eerst voorbij de keukentafel geraakt. Nee, je kwam juist binnen. Oh, ga een beetje met mijn voeten spelen. Hè? Nee, het is uw dochterke dat met alle twee ons voeten aan het spelen is. Ze is aan het liegen dat ze het zelf gelooft. Waarom zou ze dat doen? Ik weet niet. Jij bent haar pa. Jij kent ze beter als ik. En wel, dat klopt. En ik zou het appreciëren als je haar met rust laat. Dat is nog een kind, jongen. Zoek iemand van uw eigen leeftijd. Jij zou er beter van zorgen dat ze mij gerust laat. Zeg, waar is dat hier allemaal, Yuri? Als ze mij nog één keer aan beteerde, ik wring haar een nek om, ik zweer het. Niet waar, dat is niet waar. In Polen, hè, zoiets zou nooit mogelijk zijn. Nee, het is waar. De manier waarop agenten aan ons vragen hebben gesteld. Hè. Dat is gewoon of Rosa en ik wel iets verkeerd gedaan. En dan schijnhuwelijk. Ha, schijnhuwelijk. Hoe best staat is echt niet mogelijk. Hè. Ik zeg gewoon verder. Trouwen, hè, in België is gelijk aan misdaad. Man, schat, dat is niet waar. Dat is droog. School, nee, je hebt iets heel goed gedaan door met mij te trouwen. Echt waar. Maar ik veronderstel dat er veel gefoefeld wordt misschien nu. Ja, luister, het kan zijn dat ze gewoon alle mensen uit het Oostblok systematisch controleren. Dat kan, omwille van die maffiapraktijken en zo, dat gebeurt. Russen zijn maffia, Polen niet, hè. Polen zijn brave, eerlijke mensen. Nee, Rosa moet niet lachen, moet echt niet lachen. Het var. We zijn niet zo zot van Russen. Ja, behalve van de Russische vodka dan. Russische vodka? Dat is een rommel. Hé, hey, Poolse vodka, hè. Dat is gewoon het beste van de wereld. Kom, zal bij wezen. Nee, ja, en jij laat dat ook staan. Kom aan, af. Rosa. Ja, als je met mij getrouwd wilt blijven, tenminste. Ik moet opletten, nu? Jo. Oh. Werner, jij moet goed kijken. Hier. Kijk. Dat zijn de 2 lekkerste dingen van de wereld. Dat is... Ja, dat is... Dat is Poolse vodka en Vlaamse vrouw. Hey. En?
Ja, ik was kwaad, hè. Zo arrogant dat dat manneke is. Maar hij ontkent dat er iets is tussen hem en Sophie. Hij zegt dat hij niet met haar naar bed geweest is. Je gelooft hem niet. Ja, en jij? Ik weet het niet. Om met iemand naar bed te gaan, moet je met twee zijn. Sophie zegt ja, Joeri zegt nee. Zoetje, doe geen keer open, alstublieft. Dus één van de twee is ons iets aan het wijsmaken. Ben er. Wel de... Oh, heb jij een soepje voor mij? Tomaten. Ja, is goed. Ja. Hoe is het met de motorbusiness, Werner? Goed, goed. Ja, ça va, ça va. Wat stap voor stap, hè? Ja, klein beginnen, jong. Dat is de beste manier. Ik heb in de gazette gezien dat er ergens een trein voor Daytona gekoopt stond. Ik ga morgen eens zien. Alleen, ik hoop dat het de moeite is. Allee, ja. I keep my fingers crossed. Dag, Luc. Dag, Henning. Heb je Florke nog gezien? Ik kom er juist van. Dank je. Dat zal het wel moeilijk hebben, waarschijnlijk. Ja, het is er niet al te best mee, jongen. Ze mist Roger verschrikkelijk. Ah ja, zeg. Als je iemand echt graag gezien hebt, dat is verschrikkelijk. Hè. Ja, dat weet je pas als je dat zelf hebt meegemaakt. Hè. Enfin, ze krijgt het maar niet verwerkt. En ze wint zich dan nog op over Frank, die moeilijk doet tegenover mij. Zeg maar, moet jij haar helpen? Ja, ik doe mijn best, hè. Maar het is de Frank die moeilijk doet. Ze moest daar net nog pillen pakken voor haar hart. Van maar, haar. Ja, maar Luc, dan moet jij zorgen dat ze rust krijgt, hè. Ja, maar je hebt maar één moeder, hè. Vergeet dat nooit, hè. Ik ben gekomen om mij te excuseren. Ik ben er juist een beetje grof geweest. Dat is nogal zacht uitgedrukt. Ja. Erik. Ik vind het ook niet zo leuk als iemand mij vals beschuldigt. Maar ik had het misschien een beetje anders moeten aanpakken. Dat had beter gekund, ja. Het is Eva die mij overtuigd heeft om naar hier te komen. En om het een en het ander recht te zetten. Mo, ik luister. Oké. Sophie en ik, we hebben elkaar toevallig leren kennen op internet. Zij beeldt zich nu in dat zij verliefd is op mij, maar dat is ook alles. Er is niks gebeurd. Maar nee, we waren nog maar aan de keukentafel, zeiden, hè? Ik ben er hier gekomen om haar te zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in haar. Toen kwamen jullie binnen. Dat is een rare manier om uit te leggen, hè? Ja, ik vind haar ook te jong voor mij. Ik heb haar dat ook gezegd. En dan was zij een beetje down en ik wou haar troosten. Ineens vliegt zij in mijn armen. Dat is alles. En waarom zegt Sophie dat ze met u naar bed geweest is? Ik denk dat dat vrij duidelijk is. Ja? Zij wilde gewoon uitdagen, volgens mij. Ja. Ja, zo ken ik Sophie wel. Dat is een puber, hè. Die maakt graag boel. Ik weet nog toen dat ik... U bent toch ook 15 geweest? Weet ook hoe dat je dan voelt? Weet je wat? We halen Sophie erbij. Dan is het uw woord tegen het haar. Die is naar Laura. Dat is jammer. Oké, ik heb niks meer te zeggen, eigenlijk. Bedankt om te komen, Joeri. Wij voelen ons al een stuk geruster. Hé, hey, Erik? Kom, Simoneke Pax. Ik zal u schoos manieren. Ik kreeg hier al de hele dag zo'n visruik. Serieus? Ah, wel, ik ook. Ik dacht al dat je een nieuwe parfum op had. Oh, onnozelaar. Dat zal zeker de soie zijn. Zijn Zosien zou weer visjes gebakken hebben. Goeiedag. Oh, Geese. Allee, dat wil tegenslagen, hè. Nu moeten wij juist naar huis. Momentje. Ik denk dat je wel wil horen wat ik te zeggen heb. Ja, daar twijfel ik aan. Wij komen in verband met meneer Snoek. Snoek? Ik ken geen Snoek. Hij heeft vanmiddag thuis gezien. Ja, ik heb hem dat huis laten zien. Wat is het probleem? Hij zegt dat je me proberen wijs te maken dat het huis in slechte staat is. Wat je liegt. Waarom zouden wij nu zoiets doen? Om de prijs laag te houden, zodat je het zelf kunt kopen. Wij zijn ook niet van gisteren, hè? Je liegt, zeg ik. En dat is niet goed. Je hebt een bril nodig en een vele streffer dan je zou denken. Hij is toevallig wel een collega van ons. Hij zou ons niet beliegen, maar als je wilt... Voilà, vraag het hem zelf. Een collega? Oh god, maar dat is juist. Nu herken ik u. Frank, die staat met een viskraam op de markt. Allee, meneer Snoek met een viskraam. Jij hebt uw naam ook niet gestolen. En het voordeel is, je riekt hem van ver aankomen. Hey, let een beetje op je woorden, hè? Of wat, visboerken, of wat? Wil je nog eens herhalen wat Frank u verteld heeft over dit huis? Met plezier. Hij zei dat champignons in de kelder waren. En dat de zolder van Luitworm zit.
en dat het thuis op instorten staat. Maar dat is niet waar, dat heb ik niet gezegd. Als jij de mensen blijft beliegen, hè, dan stellen we de verkoop van het huis uit. En dat zijn alle kosten voor u. Is dat wat je wilt? Mens, Bolledef, alsjeblieft, het gewerkt op mijn zenuwen. Madame, jij moet ons hier niet de les komen lezen. Het is al erg genoeg dat je ons uit ons eigen huis wilt zetten. Ja. We willen het spel eerlijk spelen, hè. Maar als je zo blijft tegenwerken, zullen we blij mogen zijn als je iets krijgt. En dat is nog meer dan dat jij waard bent. Pretentie? Maar ja, niet mogelijk. Dat heb je niet gehoord. Voilà. En nog meer pas. Wat? Alsjeblieft. Dank u. Alsjeblieft. Ja. Hier zijn jongen. Merci. Dank je. Bon. Op de gezondheid van mevrouw de directrice. Ja. Tout est bien qui finit bien. Eind goed, al goed. Houd vasthouden, houd vasthouden. Het moet nog beginnen, hè. Zolang je maar weet dat we allemaal achter u staan. Oh, we blijven collega's, hè. We laten u niet in de steek. Ik ken niemand die er anders over denkt. Francis? Mm. Oh, ik had hem moeten zien toen hij het bureau van de directeur uit moest. Precies een geslagen hond. Ik dacht, die begint te janken. Nu loopt hij terug achter iedereen zijn gat. En maar slijmen. Hij werkt nog meer op mijn zenuwen dan vroeger. Mag ik u een hint geven in verband met een van uw taken als directrice? Mm-hmm. Kunt u Francis niet het onmogelijkste uurrooster van de school geven volgend jaar? Oh, bedankt, waarde collega. Daar was ik zelf nooit op gekomen. Ik zal hem elke ochtend en elke namiddag laten komen, al is het maar voor een uurtje. Allee. Zal hij content zijn, denk je? Ja, hij zal aan uw voeten liggen kwispelen. Allee, op het uurrooster van Francis. Ja, allee. Tjink, tjink, tjink. En dan kwam die vader van die Sophie bij ons bellen. Allee, ik heb die wel binnengelaten, maar dat is wel nogal geweest met Juri. Wow, Eva. Doorzakje, geef me eens een koffie, want... Heeft onze Werner een beetje cafeïne nodig om zich moed in te drinken voor zijn afspraakje? Moed? Ja. Om niet in slaap te vallen. Oh, nee. Dat kan. Ik ga me keigoed amuseren van... Hallo. Ah, deze, ja. Dan kun je niet komen. Maar nee, dat is niet erg. Hè. Dan stellen we wel eens uit tot een andere keer. Dat is niet erg. Ja, zo hier du. Joe, da. Ja. Wie is het? Echt nieuws? Ja, deze is ziek. Goedenavond. Allee, dat wordt op tv kijken vanavond. Ja, maar we hebben wat gezelschap nodig. Om tv te kijken? Maar nee, om uit te gaan. Allee, als je dat ziet zitten, hè. En als dat mag, Rosa? Maar, ja, tuurlijk, want ik zeg, er is vandaag geen volk. Ja, maar Eva, wat moeten wij dan heel de avond doen? Maar Werner, we gaan weggaan. En je bent ook weer hoe lang er weer uit geweest. Ja, maar nee, dat is goed. Allee, kom. Ja? We gaan er een lap op maar, krijgen. Maar dan wil ik mij wel nog eens even gaan omkleden thuis. Ja, maar ik zal u wel wegdoen. Ah, ik ga boven mijn jas aan. Oh, oké. En wel voorzichtig rijden, Werner. Maar ja, Rosa. Ja, heb ik nu alles mee? Wachten, hè. Portefeuille, mijn agenda, mijn sleutels. Spreek, ja. Volgens mij ben jij helemaal klaar om te vertrekken. Ja, dat weet ik wel, maar ik laat u niet graag alleen. Ja, stel je voor dat je u zit te vervelen, en dan? Hè? Ik mij vervelen? Oh, dat zou dan de eerste keer zijn. Ja, maar ik vraag me af hoe dat gaat aflopen daar in die culturele kring. Nu een actie starten ten voordele van Congo, met alle moeilijkheden die ze daar hebben, dat is niet zo evident, hè? Nee, nee. Maar fijn. Ze hebben mij gevraagd om te komen en te zeggen wat ik ervan dacht. Maar ik zal helpen waar ik kan, hè. Jij bent een beste raadgever die ze kunnen vinden, joh. Ze hadden mij een beetje neer te kunnen bellen. Maar enfin, zwart. Ik denk niet dat dat op 1, 2, 3 zal afgelopen zijn. Dus het zou wel een beetje later kunnen worden. Ik overleef het wel, zinnen. Allee, kom aan. En avant marche. Voilà. Ze biedt zij er nog te laat. Zijn niet tot straks. Tot zelfs. Maar in de paasvakantie wel toch nog? De klokken, de paasvakantie. Oh, dat is een leuk ding. Dat al lang? Nou, bijna 16 jaar.
Sophie, jullie hadden het over het andere beestje. Hè? Dat lief, schattig, mooi beestje. Ja, dat is waar, hè, Sophie. Dat is niet erg. Ik ben hier toch al niet veel complimentjes gewoon. Ik zal mijn verdriet wel verdrinken. Mag ik champagne? Een glaasje, daar zijn nu wel eens oud genoeg voor, Sophie. Maar je zou beter fruit zou drinken, hè? Gelijk de klein mannetjes. School, hè. Sophie, wij moeten eens praten. Kom eens mee naar de keuken, kom. Kom. Nee. Kom. Kom mee naar de keuken, kom. Kom. Sophie, wij gaan eens serieus spreken met elkaar, hè? Ben ik daar wel oud genoeg voor? Jij gaat luisteren wat ik te zeggen heb, ja? En veel nieuws gaat hij mij niet kunnen vertellen, want ik weet alles al van Yuri. Ja, ik heb hem opgezocht en hij heeft mij alles verteld. Gelukkig heeft een van de twee zich wel volwassen gedragen. Oh, dat is spijtig. Oh ja, dat je nog weg moet vanavond. Hallo, Willy. Kunt je echt niet vrijmaken? Spijtig. Nee, het is niet erg, maar ja. Morgen namiddag dan, hè, zoals we hebben afgesproken. Ik heb tegen André gezegd dat ik naar de pedicure moet. Daar gaat hem toch nooit mee naartoe. Komt je naar hier? Ja, hé. Hey. En Marianne tegen het lijf lopen, zeker. Die zal nogal verschieten. Ik stuur Marianne wel wandelen. Zorg jij maar dat je rap hier bent en dan zorg ik ervoor dat we alleen zijn. Het is uw raad, hè? Ah, ja. Ik wil toch dingen met u doen die niemand anders mag zien. Jenny, hier zit je daar? Als je van een duivel spreekt. Ik bel u straks terug. Marianne, wat een verrassing. Dag Jenny. Zeg, ik stoor toch niet, hè? Nee. Oh, we hebben elkaar al een hele tijd niet meer gezien, hè? Ja, wij zullen het alle twee te druk hebben, hè? Ja, wel, ja, maar voor vrienden moet je tijd maken. Dat is waar. Dus ik zei bij mezelf, ga er eens naartoe. Heb jij iets speciaals te doen vanavond? Nee. Ja. Wilde jij iets drinken? Ja, een beetje water, dat is goed, okay. Dank u. Zeg, nu moet ik je toch iets vertellen, hè? Ah ja? Nu ben ik hier toch geschrokken van Willy. Hoe dat die kan uitvliegen, zeg. Oh. Allee, je weet nog wel gisteren, toen jij belde en ik zijn gsm opnam, hè? Ik zou dat nooit gedaan hebben, natuurlijk, als ik uw naam niet op het schermpje gezien had. Dus ja, ik dacht dat het geen kwaad kon. Dat kon toch geen kwaad? Ja, je zou het niet zeggen als je zijn reactie zou gezien hebben. Please? Ja. Nu was dat natuurlijk ook wel een beetje onbeleefd van mij. Och, Marianne. Het is soms een driftkop, ik weet het, maar dat is hem nu al lang vergeten. Hè? Enfin, in elk geval, ik heb mij uitgebreid geëxcuseerd bij hem. En nu ga ik dat bij u ook doen. Bij mij? Waarom? Je hebt toch niks verkeerd gedaan? Gedaan niet, nee. Maar wel verkeerde dingen gedacht. Ah ja? Wat? Beloof me dat je niet boos wordt als ik het zeg, hè? Nee. Allee, ja. Kom aan, vertel het maar op. Of ik verander mijn gedacht. Wel ja, toen Willy zo overdreven reageerde, hè, toen dacht ik opeens zo van... Die twee hebben toch niks met elkaar, zeker? Allee, ja, nee, ik heb onmiddellijk beseft natuurlijk wat voor een onnozele gedachte dat het was. Allee, ja, jij en Willy. Allee, Jenny, stelt u voor. Oh, mijn donker zeg. Goh. Allee, waar zit dat lichtknopje? Hier, als ze dat verzet hebben, dat lichtknopje. Oeh, de toog staat er nog. Wacht, hè. Ja. Voilà. Oh, mijn. Oh. Dat heb jij nog goesting in iets? Hè? Iets om te drinken, bedoel. Ja, of als je nog honger hebt, wil ik wel iets klaarmaken. Ik wil nog wel een Baileys.